Bommenberend en het Gronings ontzet in 1 minuut. Let je op. Het is 1672 en er is een moordlustige bisschop in Münster. Hij meent dat Groningen van hem is en wil de protestantse Groningers bekeren. Zijn naam is Christoph Bernhard van Galen. En samen met zijn leger komt hij aan ten zuiden van de stad. Ze slaan hun kamp op en schieten hier de boel overhoop met kanonnen. Vandaar Bommenberend. Ervaren militair Karel Rabenhaupt wordt aangewezen voor de verdediging van stad en ommeland en daarmee dé tegenstander van Bommenberend. Er vallen bijna een maand lang bommen. Kogels daarvan kun je vandaag de dag nog terugvinden in de stad. Desondanks houdt Groningen stand en Bommenberend lijkt te verliezen. Door veel regen ontstaan er ziektes in het kamp en de beloofde versterking uit Keulen komt ook nooit opdagen. Bommenberend neemt de benen, de kogels nemen af en op 28 augustus is Groningen ontzet.